Kom maar, kom maar, kom maar. Doe maar. Ja, doe maar. Hier jongens, je moet gewoon aggressive spelen tegen zulke tryhards jongens, want dan... Ja. Tryhards, die gaan altijd vol in. En als jij ook vol in gaat, en je hebt scheid, dan kill je tryhards. Yo mensen, voordat deze video begint, deze video wordt gesponsord door Ferrix PvP. Deze week, zaterdag, dus deze zaterdag om 8 uur, gaat hun Faction Ice open. En het heet echt Faction Ice jongens, het is echt super ziek. Ja, je kan hier ook YouTube rank op aanvragen als je al 200 subs hebt, dus dat is wel nice, dus de meeste mensen kunnen dat wel aanvragen. Ook is het gewoon leuk om op te spelen. Ze hebben een $1600 F-top prijs. Dus dat is echt gewoon insane hoog. Ja, ik zoek nog een faction. Dus ja, ben je op Discord als je mij in je faction wil. En dan laten we maar snel beginnen met de video. Let's go. Yo kijkers van Gerlof en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering op Frisky Games. Vandaag gaan we wat nerdjes in elkaar neuken. Hoop. Laat vast een blauw duimpje achter en abonneer op mijn kanaal. See you later. Wie de fuck de peet nou man? En what the fuck? What the fuck zijn we? Oké jongens, omdat Siem de intro heeft gedaan, mag hij als allereerst jongens slashback Gerlof. Hey jongens, zoals ik al zeg, er zijn genoeg tryharders op Frisky. Ja, het zijn gewoon allemaal scumbags. Ze PvP'en veel te veel. En maar ja, ik ga even laten zien dat ik wel kan winnen. Hij heeft een gap opgenomen. Laat me gappen! Fuck! Oké, jongens, we zijn tegen nummer 2. Ja. I don't care. Oké. Bogen. Ik speel echt veel te veel League of Legends momenteel, dus mijn aim is bad. Nog steeds. En jij gaat quick droppen. GG. Oké, jongens, we gaan nu tegen zuivere like. Mag ik een stukje van jouw video's in mijn video doen? Hier, gaat hij nu even admitten. Ja hoor. Oké. By the way, ja, check hem ook. Hij gaat volgens mij voor YouTube rank of Frisky. Dus ja, ik gun hem wel. Ja, hij is echt, hij is een legend. Oké, gaan we comboen? Wacht maar, kill je met de boog. Oei, jammer. Ik heb een speciaal voor jou. Oké, laat maar nu wel, omdat je ook hebt. Oké, jongens. Dit noem je nou echt een typische pushy. Fucking pushy. Ga niet van me winnen. GG! E-girl wegjagen uit end of e-date verstoren uit end. I don't know hoe die video heet. Maar ja, toen was ze trash. What the fuck? Pussy lava. Pussy. Oef. Oké, jongens, nu gaan we tegen E-Force. Ja, dit is zo'n gast. Die was vroeger Fallendor op iCraft. Toen begon hij in één keer een muziekkanaal wat niet was. En toen een vuurwerkkanaal. Toen ging hij de fight van Rico Verhoeven en Badder streamen met 4k kijkers of zo. En nu doet hij weer YouTube. Ik zet hem ook wel even in de beschrijving. Ik gun mensen deze dagen. Maar ja, oftewel, hij weet niet echt wat hij wil of zo. Maar ja, hij is wel een tryhard. Dus vandaar zit hij in deze video. Hij is een tryhard. Dikke GG, je kan me killen, maar gelijk beef. Oké, jongens, we gaan nu tegen L.I.M. Hij is echt één zieke tryhard. Ik heb hem vroeger één keer gekwikdopt in een Red Rover, waar echt gewoon 50 man of zo bij zaten. Dus dat was wel even een dikke W voor mij. Maar ja, het blijft een tryhard. Ja, even cappen. Oké. En hij boogt nog steeds. Kijk, dit doen tryhards gaan altijd. Oké. Oké. En ik heb hem gerold. Kom maar. Ja, doe maar. Hier jongens, je moet gewoon aggressive spelen tegen zulke tryhards jongens. Want dan, ja.
tryhards die gaan altijd vol in. En als jij ook vol in gaat en je hebt scheid, dan kill je tryhards. Oké jongens, we gaan nu tegen Gibbel. Deze mafkees zit mij altijd te focussen in FFA. En hij is echt een scumbag. Dus vandaar zit hij ook in deze video. Ja, we hebben ook al publiek zoals jullie zien. Oké. Oh, we gaan eerst bogen. Jee, mag hij. Hier, boog nog een keer. Doe, wel raken. Raken. Goed zo. Oké, nou dan gaan we weer even fighten. Dat is echt een tryhard. Echt ongelooflijk. Holy shit. Oké dan, dan gaan we dan de fight tegen Gibbel. Hij is echt pro. Holy shit, ik ben echt fan van hem. Oké. Nou, gaan we dan. Hier, waar is die lava van je? Kom op, ik wil het proeven, die lava. Oké. Oké. Oké, we gaan nu tegen Kiranos, een IRL vriend van mij. Hij heeft een muis gekocht speciaal om mij te beaten. Ik heb by the way mee betaald aan zijn muis, dus buig voor mij. Dankjewel. Oké, dan gaan we dan kijken of hij mij kan verslaan. Ja, die muis. Ik zou nog eventjes oefenen als ik jou was. Dan gaan we nu tegen een Fortnite YouTuber, Leffy. Heeft één keer een Minecraft video hier gemaakt op deze server. Van hij heeft een YouTube rank. Ja, ik ben benieuwd op wat voor Fortnite account hij nu zit. En hoeveel views hij erop gaat pakken. Dus ja, dit is Leffy. Ja, ik gun deze mensen jongens. Ze staan gewoon in de beschrijving. Ik ben gewoon fucking aardig. Dat is echt niet normaal aardig ik ben. Oké, daar gaan we dan. Jee, mag man. Hij is ook een Minecraft tryhard geworden. Hij denkt van bij Fortnite denkt hij fuck this shit, I'm out. Join Frusky. Oké. En hij killt me niet. Good fight, Fortnite YouTuber. Oké, jongens, we gaan nu tegen Woblock, oftewel Sam Lee. Hij staat bekend van Red Rover video's, dat hij in mijn team zit en iedereen afmaakt. Dus ja, nu moet ik zelf tegen hem. Oftewel, hij is een echte Minecraft tryhard. Oké, daar gaan we dan. Oké. Oh, hier word je toch zo. Wacht maar dat ik jouw factions tegenkom, jongen. Dan ben je van mij. Oké. Zo. Ja, hij draait wat rondjes met zijn fucking vleermuisvleugels. Met lion spender dat hij is. Hier, jongens, dat doen Minecraft tryhards ook. Die spenden op fucking clients. Hier komen. Oh, bijna. Oké. En hij raakt me. Oh mijn god. Oeh. Oké, wacht. Kunnen we praten? Oké mensen, dit was dus de video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet zeker een duimpje omhoog te droppen. En te abonneren op mijn kanaal. Op naar die 4000 abonnees. En dan ja, join ook mijn Discord. Wat al deze mensen ook hebben gedaan. Join hem alsjeblieft op naar 1k members. En dan ja. Tot de volgende video. Let's go. Later.